Stichting Topsportopleiding Tilburg, het Koning Willem II College en Campus 013 maken het voor kinderen mogelijk om topsportontwikkeling en schoolopleiding te combineren. Zo gaan topprestaties in de sport en op school hand in hand. Genomineerd voor de Mariska Lips Award 2023-2024. Hij gaat voor het supersnelle spel Ravi Schilders. Hij is 3 als hij met zijn vader op straat tennist. Koen Selaert. Deze doorzetter streeft naar maximale explosiviteit. Luc Rutte. Ravi, 16 jaar, is 9 als hij start met basketbal en speelt weldra op het U11-toernooi te Frankrijk. Hij kan verdedigen en schieten, ook van buiten de halve cirkel. Hij is een teamspeler, weegt af wie het beste het schot kan nemen, coacht zijn teamgenoten en laat ze goed coachen. Hij werkt eraan om ook extreem grote tegenspelers de baas te zijn. Zijn ambitie? Spelen bij NBA. Koen is 4 als hij bij tennisschool Gijs begint. De 12-jarige had afgelopen jaar toernooien te Split, Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Mallorca. 15 uur per week trainen, daarnaast de wedstrijden en brugklasse Willem II. Hij valt aan, smasht bij het net, speelt een perfecte voorhand, oefent op zijn backhand en serveren. Geen tijd voor vrienden, wel de ambitie om proftennisser te worden. Negen jaar en dan al bezig met mentale en fysieke weerbaarheid. Luc kiest voor kata, waar het draait om focus en zelfbeheersing. Je mentale kracht fysiek uiten. Solo of synchroon. Luc, inmiddels 15, wint meermaals goud. Combineert het met Campus 013, een bijbaan, vrienden, meedoen in het gezin. En 9 juni, op voor de zwarte band!